deze nieuwsuitzending wordt weer erg leuk. Mijn leraar in dit gebied, het bloggen of vloggen of wat je ook maar wil. Gewoon met je wauwel op, helemaal voor niks zie je op het internet, die staan hier. Mijn leidmeister, dat is Alan Watt. Die staat ook onder deze video, er zit een stukje tekst met een description, beschrijving. Daar staat zijn naam en zijn website. En ga naar die website. Dus druk je nu bij deze uitzending op pauze. En dan doe je ctrl-klik op die link. En dan komt er een pop-upje open. En die zegt, hoe moet ik deze link openen? Dan zeg je nou, een nieuw tabblad. Of zoiets. Dan luister naar Alan Watt. Dat is erg belangrijk. En degene die eronder staat, dat is Jurk Gliesman. En daar heb ik geschreven J-O-E-R-G. Het is officieel Duits. Wist je dat? Want je schrijft dan origineel of originaal, als Duits. Dan schrijven ze J-O-Umlaut R-G. Maar je mag ook schrijven J-O-E-R-G. En trouwens, je mag de naam van Jurk Gliesman altijd schrijven. En ga naar die man luisteren. Ik ben bij die man persoonlijk op bezoek geweest. En niet bij Alan Watt. Nee, dat kan ook niet. Want Alan Watt, die zit godverdomme ze helemaal in Ontario. Nee, maar hallo. Dan moet ik eerst naar New York. En dan tussen die ineenstortende nieuwe gebouwen die nooit bouwden heen rennen en dan een trein pakken naar Ontario. Ga er weg. Straks krijg je nog een aanrijding met een eland. Maar Jurk Gliesman, die woont in Vleuten. Nee, dat zeg ik fout. In Leuven. Die woont vlakbij. Het is belangrijk dat jullie naar die mensen luisteren. Want ik ga niet alles vertellen wat hun vertellen. Waarom? Zij vertellen het toch al? Waarom moet ik, zoals Jurk Gliesman, waarom moet ik doen wat hij al gedaan heeft? Oh, maar Perry, dat is dezelfde boodschap twee keer. En het lijkt mij op het wiel opnieuw uitvinden. En dat moet een mens altijd doen. Nou, ik in dit geval niet. Ik ga zelf maar luisteren. Naar die twee mensen. Of je luistert door naar mij. Maar dat is ook niet leuk. Je moet eens weten wat ik allemaal meemaak. Zo de knetter. Want zowel Alan Watt als Jurk Gliesman bespreken historie. En dan Alan Watt, die doet dat seculier, zonder Bijbel. En Jurk Gliesman doet dat met de Bijbel in de hand. Twee gezichtspunten. En ze hebben het beide over de geschiedenis. En de twee beelden die geschapen worden. Het ene beeld door Alan Watt. De seculiere. De empirist, als het ware. En Jurk Gliesman. De rationalist. Met de Bijbel. Jurk is geboren in Hamburg. Ik ga zo dadelijk afsluiten op zijn hamburgers. Waarom denk je dat ik dat doe? Hij is rationeel. Dit bedoel ik. Ja, dus de een is empirist en de ander is rationeel. De oplossing overigens, het is überdeutlich. Dat hebben die Duitsers verzonnen.
Ze hebben allebei gelijk. Zo los je elke ruzie op. Dus verdiep je in de ruzie, de discussie tussen Alan Watts en Jurgen Klinsmann. Ze hebben beiden gelijk. En ik ben erg blij dat ik Jurgen Klinsmann heb mogen ontmoeten. Het was een genot. Geweldig. Ik ging dus naar hem toe. Een pokken en het rijden, man. En hij had een kater van hier tot Tokio. Maar dat maakt niet uit. Want ik heb mijn tom-tom, die deed je toch niet. En er waren best werkzaamheden. Dus ik op een gegeven moment mijn auto aan de kant gezet. En ik had Jurk zijn mobiele nummer, die had ik opgeslagen. Ja, hallo, hier is Perry. Ik sta daar en daar en ik denk dat ik nog even bezig ben voordat ik bij jou kan komen. En Jurk zo van, nou oké. Okay. Wat een pokken aan het rijden, man. Shit and fuck. En toen ging ik ook nog. Ja, dan moet je even voorstellen. Ik zit in mijn eentje. Niet eens in een auto. De meeste mensen rijden auto. Maar ik heb alleen maar een Renault Clio. Ja? Wel met een asbak. Maar ja, ik had een kater, dus in de rook ik niet. Een beetje zuinig aan. Geen koffie, een beetje water, vind ik goed genoeg. Hè? En rij ik helemaal het centrum van Leuven in. En toen dacht ik, oh jeetje, jeetje. Hier kan Jurk niet wonen. Dat wist ik. Dit kan niet. Ja, nee, Jurk zit meer richting de agricultura. Ik terug over die weg. En dan was er een man. En ik vroeg aan hem van, nou, ik moet daar naartoe. En die man die kon geen Vlaams, die kon geen Frans, die kon geen Engels. Maar die wist wel de weg. Not. Die zat een beetje, ja, dan ga je. Dit kan niet kloppen. Dit is niet. Oké, ik zeg dank u, meneer. En die Renault Clio, ja, die heeft dan wel van die elektrische ramen. Dus ik doe het raampje weer dicht. En toen vond ik de straat. En kwam ik bij hem. En dat is echt. Nee, sorry dat ik echt zei. Ik vond het echt. Goede ontvangsten, buitengemeen mooi of zo. Hè? Want naast die flat, daar had je mucho parkeerterrein. Geen geintje. Alle auto's netjes op een rijtje. Ja, dan moet je bij mij komen. Hier in Arnhem in de Rodeburgstraat. Ja, heb je een auto bij je? Nou, past die in je borstzak. Dan ben je mooi af. Maar voor de rest kan je parkeren. Ja, god zou ik raken, man. We zijn erg bij Johan de Witlaan of zo. Of aan de Rijn. En bij Jurk kan je voor de deur. Ik nou, niet letterlijk voor de deur, maar. Naast de flat. Dan praat je over 10 meter. Nee, maar dat is leuk autorijden. Dan zit je 230 kilometer. Ik ben ook nog fout gereden. Daar bij die Brabo's natuurlijk. Die de weg niet wezen. Die Brabo's. Daar moeten we nog een keer mee gaan overleggen hoor. Die bakken er niks van met de bewegwijzering. Van hier ligt het volgende dorp. Ja, maar ik ben op weg naar Leuven. Ik wil niet weten waar Keutelheuven ligt. Ik wil naar Leuven. Geef dan de weg aan naar Luik of zo. En dan kom je daar. Dus 230 kilometer. Nee, 250. Vanwege die foute bewegwijzering van die Brabo's. 250 kilometer gereden.
Die Clio van mij was helemaal feeling hot, hot, hot. En dan parkeren naast de deur. Wow. The place to be. En ik kom naar binnen. En dan zei, wil je wat drinken? Ik denk gelijk, ja graag. En allerlei dingen schoten door mijn hoofd heen. Zoals rooibos thee. Daar moet ik van braken. Koffie absoluut niet. Dus ik dacht meer aan spa rood of zo. Water zonder niks. Mineraalwater of zo. En Jurk die had dus echt in de, ja, sorry dat ik echt zei, maar dat is dan weer buitengewoon, buitengemeen, alles overstijgend. Ja, bijna een euro pallet. Met allemaal van die kleine flesjes. Ik zo'n lekker flesje. Meer. Spa Blau. Ja, goed hoor. En dan loop ik, dat had ik tegen Jurk gezegd, van ja, bij jou op de bank komen zitten. We ouwe hoeren al genoeg over internet. En dat is zo. Dus ga maar kijken tussen Jurk en mij, wat wij al niet afgewerkt hebben. Ik zei, ik wil wel wat doen. We gaan een wandeling maken. Jurk vond het goed. En met zijn moeder. Zijn moeder zit in een rolstoel. Dat is natuurlijk geen leuk bericht. Dat begrijp ik ook wel. Het blijft zo dat zijn moeder in een rolstoel zit. Wat ze nou precies heeft gehad. Doet er niet toe. Ze zit in een rolstoel. Ik kan echt hinkelen kan ze misschien. Maar en zijn moeder, ja, die ging natuurlijk mee. Er was geen enkel probleem. Ik had misschien ook de rolstoel mogen duwen of zo. Maar dat deed Jurk wel. En toen kwamen wij zijn woning uit. En hij zijn moeder, want ik dacht, er zit een trap voor die woning. Ik denk, oh, the fuckie, hoe ga je je rolstoelerende moeder van die trap afkrijgen? Oh, dat had Jurk in no time voor elkaar. Dat is mooi, hè, dat heel veel mensen die blijven hangen aan hun ouders, hè, die gaan bij mama wonen. En bij Jurk Diesman is dat andersom. Hij heeft tegen zijn moeder gezegd van, doe niet zo idioot, kom bij mij wonen. Denk je dat ik jouw rolstoel niet kan duwen? Leuk hoor. En dan zei ik dus tegen Jurk, dan gingen we op wandeling met dat hondje. Lena of zo. Een heel grappig, zo'n trippel trapje hondje. Je kent het wel. Een soort hertjeshond of zo. Je kunt een hart, jongen. Het zijn geen pitbull terriers, hè? Niet van die lomperikken. Hè? Zo'n springhondje. Woef, woef. Gingen we wandelen. En dat hondje, dat lust wortel. Kan jij het je voorstellen? Een hond en die eet wortel. Het is echt waar. Honden eten alles, hoor. Katten ook. Ik denk dat je ook. Even uit te leggen. Jurk Liesman is van tevoren al veganist geworden. Geen dierlijke producten. Helemaal niet. Hij is begonnen aan dat wat in de Bijbel staat. Dat het paradijs heet. Jurk is iemand en die zegt, iedereen kan mijn rug op. Ik ben veganist. En ik weet wat lekker is. Dat is hoor. Als je dieet
als je gaat voor, laten we zeggen, hamburgers. McDonald's. Ja, er zit een goede saus bij. Ja, een stuk beef erin is ook wel tof. En dan mayonaise erbij. En tomaten. En augurken. En dan een knapperig broodje. Ja, dan krijg je de smaaksensatie van hier tot Tokio. Toch? Je kan wel zeggen van ja, maar bij McDonald's is het allemaal GMO. Ja, maar proef eens even. Wat proef je allemaal? Je koopt zo'n Mac. Nee, maar een cheese mac. Een mac en cheese. Weet dat ook alweer. Een cheeseburger. Maakt niet uit waar. Dan ga je naar de Kentucky Fried Chicken. Kan je het ook krijgen. Dat zijn smaaksensaties. En een sensatie, daar wen je aan. Er wordt ook wel gezegd van heroïne dat alleen de eerste keer tof is. En de rest was mooi. Ja. Alleen de eerste keer was zo fijn. Dus een smaaksensatie heeft hetzelfde. Het ramt er enorm op in. En jouw lichaam heeft dat geregistreerd. Dus alle zintuigen hebben gewerkt, mag ik hopen. Als dat niet zo is, ja, dan kan je McDonald's blijven vreten. Net zolang dat je zo dik bent als een. Ja. Miley Cyrus over 40 jaar. Hannah Montana, weet je nog? Dan heb je die smaaksensatie en dan wil je die sensatie opnieuw beleven. En dat kan niet. Je kan nooit meer datzelfde gevoel hebben als de eerste keer toen je die sensatie kreeg in je mond. En hoe ga je daarmee om? Ja, nou, wisselen. Zou ik zeggen. Wat anders gaan eten. En het leuke is, dat heb ik ook een tijd gedaan. Toen ben ik gestopt met het consumeren van cafeïne, suiker, zwarte thee, vlees, alcohol, tabak en wiet. Daar heb ik denk ik alles gehad. Al die onnatuurlijke dingen om in je mond te stoppen. Want waarom zou je cafeïne tot je nemen? Of paracetamol. Je stopt op alle terreinen. Doe dat eens voor de gein. Ik heb het gedaan, dus ik weet hoe het is. Nou, wat er gebeurt is je smaakgevoel, je smaakzintuig, maar dat klopt niet echt. Want het is je neus en je tong en je zintuigelijkheid qua proeverij. Dat, omdat het niet meer opgewonden raakt van McDonald's hamburgers. Dan zakt de. Ja, het zakt, het wordt eenvoudiger en het past zich aan en wil opnieuw omhoog. Kortom, als je dat een tijdje volhoudt en je stopt een gedroogde vijg in je mond. Zo, dat net dan, man. Je gaat totaal onderuit. Het is geen geintje, hoor. Hier op de markt in Arnhem, daar kon je natte noten kopen. Dat was 1 euro voor 5 kilo of zo. Nou, die moet je een tijdje laten drogen. En walnoten waren het. En hup, een hamer erbij, klats, boom, openmaken die handel. Ausweis, bitte u. En dan proef je dat.
Maar als jij de hele tijd McDonald's in je meuk stopt, dan smaakt een walnoot nergens naar. Maar als je ermee stopt met die McDonald's onzin, en een beetje mayonaise. Wat waarom mayonaise? Dan heb je dat dan weer voor nodig. Als je stopt met die smaaksensaties, dan raakt je smaaksysteem, dat is een goed woord, je smaaksysteem, dat raakt ontprikkeld. En dan, dat smaaksysteem, dat ben jij, by the way, dan proeft het een goede walnoot en denkt, oh, wauw. Of een gedroogde abrikoos. Of een, zeg maar, je hebt over die noten, hoe heet die nou, die, het barst van de noten. Je kan hier in Arnhem kan je suf kopen aan noten. Hazelnoot is ook erg lekker, hoor. Ik dwaal maar een beetje door de hedendaagsheid heen. Hè? Als je echt wat wil leren, dan ga je luisteren naar Alan Watt. Of Jörg Klisman. Ik heb het alleen maar over de dagelijksheid. Mijn Levi. Mijn Levi, als je Amsterdammer in Arnhem. Naar Strofja. En mijn motto is, you go, fuck yourselves, not really. Was het grof? Of juist niet. De situatie waar we voor staan, als goedgelovenden, de situatie is hopeloos. Dat is een groot voordeel. Eindelijk zien wij onze teleurgang tegemoet. We kunnen het nu zien. Hoe het met ons af gaat lopen. En dat is onvermijdelijk. Mooie toestand wordt dat, hoor. En er is niks aan de hand. Dat is erg belangrijk. Dat je die twee gedachten. Dat is toch een teken van schizofrenie. Zo. Dat je twee gedachten tegelijkertijd. Of is dat nou psychopathie? Of idioterie? Nou, twee gedachten. Dat je twee gedachten tegelijkertijd. Ja. Oh, dit moet ik wel. Ik moet het, hè, ter ere van. Puntje, maakt niet uit. Maar twee gedachten tegelijkertijd in leven houden, die opponerend zijn. En de ene gedachte is: we staan er hopeloos voor. En de tweede gedachte is: er is niets aan de hand. Dat is de grote dialectiek van de wijze. Die moet je goed beseffen. Ja, maar als je die twee nou verenigt, wat gebeurt er dan? Ja, er is niets aan de hand. Het is wel zo dat als iedereen dat snapt. Het gaat om de hoeveelheid van mensen die dat snappen. Als iedereen die twee contraire gedachten. Van we staan er hopeloos voor. En die andere gedachte is, er is niets aan de hand. De hoeveelheid mensen die twee gedachten tegelijkertijd accepteren, dat kan je turven. We hebben 7 miljard mensen, zeggen ze. Misschien wel 10 miljard.
zou het niet weten. Ik vertrouw die overheid niet. En hun computersystemen vertrouw ik niet. Laat staan de gegevens uit die computersystemen. Waarom zou ik die dan wel vertrouwen? Maar ze zeggen er zijn 7 miljard mensen. Oké. Maar hoeveel mensen van die 7 miljard kunnen die twee gedachten tegelijkertijd denken? Ja. Dit is wat Osho zei. Mind you. Wat jullie nodig hebben, en daarmee met jullie bedoel ik degene die hier naar luisteren en iedereen die jij kent. Wat je nodig hebt is een guru of een Osho. En Osho was helemaal niet zo'n e-hol. Dat viel me mee. Maar ik ben erger. Ik ben waarlijk erger. Kijk, Osho, die kwam uit India. En die heeft daar filosofie gedoseerd aan de universiteit. Van Punjab of zo. Was een big boy, jongen. En hij maakte de connectie tussen de Oosterse filosofie en de Westerse filosofie. En en passant, heel mooi, heel esthetisch, betrok hij met name het Nieuwe Testament erbij. En er zijn mensen en die verwijten Osho dat hij promiscuïteit toestond of zo. Dat hij zelf zei, want ja, als je vindt dat je niet promiscu moet zijn, nu wordt het moeilijk hoor, krijg je een dubbele negatie. Hè? Maar hij zei, mensen die niet promiscu willen zijn, dat vind ik niet. Zo zat hij in elkaar. Dus niet promiscu. Osho zegt niet. Ja, die moet je voelen. Ik vind dat Osho gelijk heeft, hoor. Dat vind ik ook. Ik ben er helemaal niet op tegen om promiscue mensen te gaan lopen killen. Zo. Als je dan toch. Nou, Christus heeft toch gezegd. Ja, ik wil niet uit mijn nek lullen. Maar Christus heeft gezegd. Hij die denkt aan overspel. Die heeft het al gedaan. Nou, die boot heeft Osho gemist, denk ik. Maar waar werkt, worden fouten gemaakt. En ik ben al lang blij dat ik de werken van hem heb mogen lezen. En jullie gaan het ook doen, toch hopelijk. Alsjeblieft, en toe. Doe het van mij. Niet zo zeuren, homo. Je gaat maar kijken op kindernet. Dan zeg je kindernet en dan esoterische boeken. En dan neem dat boek Mosterdzaad. Osho heeft ook een geweldige uitlegging gegeven over de bergreden. Maar ja, Osho was een goede blauwkoes. Aan Osho heeft de mensheid meer gehad dan aan mij ooit. Ik heb nooit een Rolls Royce gekregen. Nee, met Osho waren ze tenminste nog blij. Oh man. Ja. Ik heb gisteravond gegeten met mijn Geleense vriendin. Wauw. Zij en ik
we hebben elkander voor het eerst ontmoet in 2003. Van hallo, hallo. En inmiddels zitten we in 2018. En zij en ik zijn zo lekker. Ik bedoel, dat zeg ik weer fout, maar het is zo lekker om met haar te zijn. De afspraak is, ik raak haar niet aan. En bij oneenigheid krijgt zij gelijk. That's it. Coole deal, man. En zo gisteravond ook weer. Ik zat op het terras en zij kwam eraan wandelen. Ik had haar al lang gezien. En zij tegen iedereen hallo zeggen. Oh, ben jij er ook? Oh, ben jij er ook? Oh, wat leuk. En ze wil naar binnen voor een verkoeling. We hebben een hittegolf nu. En dan ziet ze mij. En ze heeft van die mooie... Ja, grijs-groen. Ik vind dat er toch een klein beetje blauw in zit. Maar dat ligt hoe de zon erin valt. Hè. En de iris heeft er zit een zwarte rand. Prachtig. Een mooie rechte neus. En een paar poten, joh. En ze kan Limburgs kal, hè? Heerlijk mens. Zij en ik hebben niks. Behalve vriendschap. That's it. We zijn een spreekbuis, zeg je dat? Nee, het is niet echt een goede woord. Ja, misschien wel. Zij mag vertellen wat zij wil vertellen. En ik mag vertellen wat ik wil vertellen. En voor de rest, moel houden. Dat is Limburgs. Moel, dat is je mond. En bek houden, kun je ook zeggen. Moel houden. Geen gezeik. Het is een mooie avond geweest, hoor. En in die rust moeten jullie ook. Jullie hebben toch ook wel ergens een Geleense vriendin? Ja, ik zeg maar wat. Ik mag maar een geintje. Ja, ik ben gezegend dat ik hier in het centrum van Arnhem woon. 500 meter lopen tot de eerste beste klojo-tent. Waar je kan schaken. Ja, voor mij is het makkelijk. Misschien is mijn doel wel in het leven dat ik zo een tent begin. Helemaal geen legaal, hè? En die heet dan de Poel des Verderfs. In Aalten. Het moet te doen zijn, hoor. Het is een bedrijfsconcept. Dat mag je zo overnemen. Het is best makkelijk. Wat je moet doen is... Je moet ergens in een gebied zitten waar geen uitgaansgelegenheid is. Punt 1. Je moet een lange bar hebben. Misschien een paar... Nee, lekkere stoelen. Misschien een kleine bar. Nou, over de barlengte moet je maar gaan uitrekenen. Belangrijk is, in de kelder, daar wordt gerepeteerd. En de mensen die daar oefenen, die betalen daarvoor door te staan achter de bar. En eens in de zoveel tijd is er optreden. En dan betalen de gasten bij de deur. Niet te veel, 2,50.
En dan komt tante Gerda komt langs en tante Hanny. Mensen zelf muziek maken. En die bovenverdieping, ja. En geen espresso-apparaat. Veel te veel werk. Ze staan de hele tijd aan te poetsen. Dan heb je koffie, jo. We hebben Coca-Cola koffie. En energy drink. Ook belangrijk, als je dat begint, dat je alcoholvrije avonden aankondigt. Omdat die Mohammedanisten, die hebben daar een issue mee. En de oplossing is niet dat we hun dochters aan het suipen zetten. Heb je me goed begrepen? De oplossing is niet dat we hun dochters aan het suipen zetten. Die oplossing gaat niet. Dat kan niet. En trouwens, mijn dochter drinkt ook helemaal geen alcohol. En vindt het ook erg fijn als ze op een dansfeest komt zonder alcohol. En dan misschien een vodkaatje voor de diehard of zo. Die wordt onder de tap verkocht. Stiekem, doe me toch een vodka. Maar niet voor het publiek. Onthouding is dat, heet dat. Erg belangrijk, want die Mohammedaanse meisjes, of de Arabierse meisjes, zeg maar die willen ook een leuke avond hebben. Gewoon een beetje mal doen. Ja. Die mogen hoofddoeken om, mij wat in je boerka. What do I fucking care? Dat moet gebeuren. Dat wordt de contra. Zo dadelijk gaat de situatie uit de hand lopen van Jan-Peter Balk en ellende. Als wij de harmonie weten te vinden. Dan sticht zo'n kroeg. Het heet de Pool des Verderfs. De spelregels zijn voor de Pool des Verderfs dat het barpersoneel werkt daar, omdat het de repetitieruimte gebruikt. Voor de rest moet er geld bij. Maar dat kan ook. Als er heel veel mensen allemaal koffie komen drinken en thee, ja, dan kan je iemand gaan betalen. Maar voor de rest wordt die tent draaiende gehouden door degene die daar repeteren. Dat is een repetitiehok. Maakt niet uit wat ze voor muziek ze maken. Reggae. Country en western. Covers van The Cure. Todum, 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 todum. Maakt er niet uit. Maar doe het. Dat kan je in Aalten ook doen. Of in Elberich. Alleen ik weet niet waar Elberich ligt. Maar dat is mijn Korsakoff. Maar snap je wat ik bedoel? Almelo. Almere. Dan kan je dat toch gewoon doen. Je moet het leffen. In Almere lijkt me het moeilijk, maar ik ken Almere niet zo heel goed. Dus misschien dat ik mij moet verdiepen in Almere, om het daar voor elkaar te krijgen. Wat ik zeker weet, in Lelystad, dat is geen enkel probleem. Echt niet. Lelystad is een heel erg leeg dorp. Het barst daar van de lege gebouwen. Dronten, hetzelfde verhaal.
Haarlem wordt weer wat moeilijker. Want Haarlem zit zo vol met die... Dan ligt er dicht bij Schiphol. Denk ik. Maar voor hetzelfde geld kan het in Haarlem ook. De poel des verderfs. Met alcoholvrije avonden, zodat Mohammedanen hun dochters daar kunnen laten dansen. Maar ik vind dan wel dat je dan bij zo'n alcoholvrije dansavond, dat dan de meisjes mogen beslissen dat de hoofddoek afgaat. Niet dat het moet. Je mag met je hoofddoek dansen. Dat is de afspraak in de poel des verderfs. Je mag met je hoofddoek dansen. Punt. Je mag een burka aan hebben. Het gaat erom dat je swingt. Ja. Zie het maar als yoga. Een beetje shaken met die hippies, baby. We zijn allemaal onder elkaar en seks doet er niet toe. No way. Geen dronkenschap, geen drugsgebeuren. Gewoon cool en shaken. Dat zou de poel des verderfs moeten zijn. Ik hoop dat die er komt. Ik hoop dat ik hem zelf mag maken. Als voorbeeld. De eerste. Op een of andere manier moet het toch kunnen dat mensen... Neem een flatgebouw. Ik denk even aan Arnhem-Zuid. Die flatgebouwen in Arnhem-Zuid, die zijn zo ontworpen dat ze onderin de ruimte hadden voor middenstand. Zo'n bloemenwinkel en een slagerij. Heb je twee vliegen in één klap. Dus dan heb je woonruimte erboven en winkelruimte eronder. Die middenstand is weg. Het staat allemaal leeg. Dat kan je toch voor je zien, dat je daarin zo'n tent begint. Dan spreek je af over de huur. Dat wordt... Dan moet je even kijken hoeveel dat is. Dan moet je, dat heet een bedrijfsplan, moet je daarvoor maken. Wat kost dat? En de mensen die willen daar graag een kopje thee komen drinken. Dat maakt niet uit. Dat je ook... Dat je rookavonden inlast. Avonden waarop er gerookt wordt. Zoveel mogelijk. Iedereen mag alleen naar binnen met een rookpas. Mag ik uw rookpas even zien? En daar betalen ze dan 1 euro voor. Zo. Ja, het is een besloten avond. Het is alleen voor rookpashouders. En dat iemand aankomt wandelen. Ja, van ik heb een rookpas. Maar ja, mag ik iemand meenemen? Ja, dan moet je even kijken of die pas... Of dat toegang geeft tot een... weet je of je... Een uitgenodigde. Oh ja, u mag 1 iemand uitnodigen. Ja, dus ga maar naar binnen. En dan lekker paffen, man. Ja, paf die hele tent vol. Vat erop. Denk je dat de stoelen longkanker krijgen van een stelletje bar rokende sigaren eikels? Nee, natuurlijk niet. Het dat wij onszelf weer een beetje terugvinden. Met hoe we waren. Onze waardigheid terug. Wij zijn
als ik een oordeel mag vellen over de mensheid. En dat mag. Want ik heb de microfoon en jullie niet. Ha, 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 ha. Maar wij zijn onze waardigheid verloren. Onderweg. Tijdens de strijd. Wij zijn een stelletje homo's. In de slechte zin van het woord. Hè? En die waardigheid moet terug. Denk je dat God genoegen heeft met een stelletje sukkels zoals wij? Was dat de bedoeling van God? Nou, ik acht het niet, ik dacht het niet. En ik weet het zeker dat dat niet zo is. Dat kan niet. Wij zijn perfect geschapen. En we bakken er helemaal niks van. Ah, mooie boel, hè? Ja, maar we hebben toch mooie bommen gegooid op Vietnam en dat vind jij toch goed, Peggy? Sorry? Hoezo heb ik goedkeuring gegeven aan het gooien van bommen op het zuiden van Vietnam? Nee, Peggy, dat heb je fout. Het was Noord-Vietnam waar wij de bommen op gooiden. Nee, homo. Wij een paar bommen op Noord-Vietnam en de meeste bommen op Zuid-Vietnam. En daarna hebben ze Cambodja gepakt met Pol Pot. En pot is trouwens een mooi Nederlands woord voor lesbienne. Sir Paul de lesbienne. Pol Pot. Ja, look hem up op wikipedia.viezepraat.com. Zo. We weten toch hoe het zit, maar wij moeten er tegenin. En de truc is dat als je er tegenin gaat, dan ga je fout en je moet er tegenin gaan. Ja. Ja, hoe moet je dat uitleggen? Dat Chinese, Aziatische vechtse ellende, kung fu of zo. Je laat de vijand komen. Iemand die doet een been omhoog of zo. En denk je, oh, zal ik je even helpen? En dan pak je dat been. En dan help je dat been naar de grond. En dan een knietje tegen de vijand zijn kont. That's it. Maar je vecht niet. Maar ja, maf. Als je ingaat tegen dat been. Nee, dat moet je niet doen. Laat hem maar komen. Gewoon lekker afwachten. En dat is aan ons. En terwijl wij wachten, wat doen we dan? Ik zou zeggen. Ja, het ligt eraan. Het ligt eraan. Heb je kinderen? Nou, dan heb je wat te doen. Maar dan hoef je bij mij niet te komen zeuren. Ja. Heb je geen kinderen? Ja, dan weet ik het ook niet. Ik weet niet wat je moet doen. Echt niet. Ik zie meer de huidige tijd als een tijd van wachten. De aanslagen van 11 september 2001... 90% of nog iets meer, die is in, op zijn Engels, in complete denying. Die is in de ontkenning. Die denkt, ja, het stond in de krant, maar er staat zoveel in de krant. Ja. En dit is 2018. 17 jaar later. Ja, het stond in de krant. Maar er staat zoveel in de krant. Ik weet nog dat. Was in 2005. Dan was ik bij de liedgitarist van mijn band. Gert.
En die had een vriend op bezoek. En die werkte toen in het zuidwesten van Duitsland. Als computerprogrammeur. Handige jongen. Die kon een hoop. Met zijn vingers dan, hè? Toetsenbord. En ik vroeg aan hem. Hij heette Jay. Ik vroeg aan Jay. Hoe zit dat met die aanslagen van 11 september? Want hij kwam uit Amerika. Hij is Australiër en had een baan in het zuidwesten van Duitsland. En nu woont hij ergens in Zwitserland, dacht ik. Ik vroeg hem, hoe zit het met die aanslagen? En hij zei tegen mij dat op die ochtend dat hij dat hoorde, het was alsof het ijs ging kraken in het denken der mensen om hem heen. Iedereen verstrakte. Hij zei, dat was scary shit. Eng, hè? En toen heeft Jay besloten via la 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 la, en dan ging hij werken voor een Duitse softwarefirma. Hij zei nog een keer tegen mij, die man, hè, die Australiër. Hij zei tegen mij. Ik wil geen voedsel zijn. En hij keek graag, dat heeft hij nog opgezet. Dan waren wij op een feest bij de liedgitarist van mijn band. Waren we op een feest. En dan video's kijken. En toen zette hij een 1984 van George Orwell. George Orwell is trouwens een pseudoniem. De man heet William Blair. En hij heeft meer boeken geschreven. Down and Out in Paris and London. Ook van hem. En Keep the Aspidistra Flying. Die heb ik ook gelezen. Hij kijkt naar die film. Hij vindt het leuk om dat nog een keer te zien. Het is een goede verfilming hoor, van dat boek van George Orwell. William Blair dus. 1984. Met John Hurt in de hoofdrol. Super mooi gedaan. Qua belichting. Acteurwerk. Regie. Het is allemaal perfect. En dat is de wereld waarin we leven. Dan keer ik even terug naar Alan Watt. Het is de wereld waarin we leven. Wat voor homo gaat nou zo'n boek schrijven als 1984? Waarom? Huh? Ik heb hier in mijn boekenkast heb ik boeken van A.M. de Jong. En die gaan ergens over drama. Maar dat is meer zoals het kleine huis op de prairie. Want het, ja, het lijkt wel drama, maar zo erg is het niet hoor. Zo, het is warm. Ik trek even mijn t-shirt uit. Het wordt nog warmer. Het wordt 40 graden. Ja. Straks moeten we allemaal bloot over straat. En al die vrouwen blij.
Hey, laten we er erg leuk over blijven. A.M. de Jong, even terug naar het onderwerp van William Blair. Dat is een 1984. Het is... Het is een mooi boek. En de sleutel ontbreekt. Bij dat boek hadden ze de sleutel moeten geven. Dat vind ik het lelijke aan dat boek. Het is ongelooflijk grove literatuur. Provocerend. En dat is goed. Dat vind ik prima. Alleen de sleutel, die zit erin. Ik kan hem zien. Maar ik ben ook naar de Logica Universiteit geweest en Metafysica. En van nature heb ik een dikke bril. Ik kan het doorzien. Maar Jan met de pet of de hoed? En niet. Die kan alleen maar in een... Ja, in een vrille. Zoals een vliegtuig. Wat dan helemaal uit de... Ja, met de vleugels. En waar gaat het naartoe? Ja, naar down. En daarom vind ik het een ergerlijk boek. Aan de andere kant vind ik het ergerlijk dat jullie... Ik sprak dus voor 3 dagen geleden iemand die had het boek gelezen. En ik vroeg aan hem, van, heb je het raadsel opgelost? Van hoeveel is 2 plus 2? Nou, hij zei van, dat zit zo. Nou, ik zei tegen die jongen, het is mooi dat jij snapt dat het een raadsel was. Maar het antwoord had hij niet begrepen. Het is ook de hele zaak. Dat wij worden geregeerd. Wij worden met ons denken een bepaalde kant opgestuurd. En dat is niet erg. Echt niet. Arthur Schopenhauer, de Duitse schrijver, die heeft gezegd, er moet 1 leider zijn. Wij verdienen regering. Dat is op zijn Duits denk ik een mooie woordgrap. Een woordsgrapfe. Nee, dat was geen Duits. Maar dit, wat we nu hebben, punt 1, we hebben helemaal niet 1 heerser. Wie is dat dan? Donald Trump? Of die baas van Santiago? Of die klojo bij het Vaticaanstad? Wie is onze heerser? Poetin? En dan zeggen ze van ja, maar wij denken aan 1 heerser en dat wordt de paus. Tja. Johannes Paulus I is vergiftigd. Als je dat niet gelooft, als je dat niet mogelijk acht, dan heb je gewoon een gaatje in je achterhoofd. Ik moet wachten op een paus die niet vergiftigd wordt? Waarom? Jo, Perry, jij bent te ongeduldig. Wacht nou maar af. Op wat? Cyclon C? Ja, ik probeer het maar vrolijk te zeggen. Ja. A, B, C. Mm.
Waar wachten we op? Waar wacht jij op? Jij gaat zo dadelijk lekker slapen, of je gaat aan het werk, of whatever. Waar wacht je op? Ga gewoon wat doen. Stel je bent in de trein op weg naar je werk en je moet uitstappen in Zoetermeer-Zuid. Dan pak je nu je mobieltje, je belt je direct leidinggevende op en je zegt dat je je helemaal niet lekker voelt. En je doet kotsgeluiden na. Dat kan ik nu ook wel gaan doen, maar dat doe ik niet voor de vrolijkheid van de uitzending. Hè? Maar je doet kotsgeluiden na. Van, de rest kan je wel. Ja, dan stap je uit op Zoetermeer-Zuid. Dan ga je lekker... ik zou zeggen een garnalenbroodje. Of iets met krap. Zo. Ik hou van het lichte voedsel. Hè? En... Rucola vind ik erg lekker. Raketkruid. Tomaatje ertussen. En dan een knapperig broodje. En een lekkere koffie. En dan eet je heel rustig bij Zoetermeer-Zuid. Ergens buiten op een stoeltje. Of van mij had ze tegen de muur aangeleund. Maakt geen donder uit. Dan eet jij je broodje helemaal lekker op. En je likt je vingers af. En je slurpt je koffie op. Je gaat op zoek naar een plek waar je nog een sigaret kan roken zonder dat je gearresteerd wordt. Want ook op Zoetermeer-Zuid zijn die plekken daar. Tuurlijk man. Een beetje wandelen. En rook je lekker een sigaret. En dan pak je de trein naar huis. En dan bel je je kinderen en dan zeg je, mama is thuis. Ja, hoe kan dat, mama? Nou, zeg je, ik ben er helemaal ziek van. Ik ben thuis. Ja. Goed recept, hè? Ik wil ook iedere keer ervoor zorgen dat ik het aan het einde heb over eten. Dat is ook voor mezelf goed, hè? Ik mag wel wat meer eten. Ik zou meer moeten bewegen. Dat zou ik zeggen. Maar andere mensen zeggen, jij moet meer eten. Oké. Dus vandaar. Lekker over eten hebben. Is echt goed te doen. Raketkruid is erg lekker. Rucola. Het is een beetje bitter, maar... Berstersvol... Met zijn zonne-energie. Hé, lieve mensen. Op zijn hamburgers zag ik tjuhuus. En dag lieverds.